Oké, dus er is nieuws uit. Nog meer liefde uit B&B voor liefde. Wat een plot twist. Wat een plot twist. Ik ben benieuwd. Verdikking. Nou, Bram heeft nieuws voor ons. Moeten we dat op YouTube kijken? Ja, op Bram's YouTube kanaal. Ja, ik ben benieuwd hoor. Ja. Deze? Ja. Dit is de nieuwe liefde van Bram. Ik ben zo benieuwd wie het is. Hi schatje. Oké, dat is natuurlijk een grap. Ik ga nu bellen met het meisje waar ik echt mee ben. We gaan uitleggen hoe we elkaar ontmoet hebben. Misschien die Anne. Hoe we elkaar voelen. Denk je? Ja. Nou, in de ring staan en wat we gaan doen. Dus je past wel bij elkaar. Ja. Hi schat, hoe gaat het? Ja, goed. En met jou? Ja, goed. Wat? Maar zou dat dan tijdens de reunie ook al zo zijn geweest? Nee. Nou, maar ik merk het niet aan. Sowieso de reunie. Dag, van oh, ik vind het wel leuk om met hem even te spreken, maar jij had echt zoiets van nee, dit is een joy meisje, hier gaan we echt niet over praten. Het is een joy meisje, hier gaan we niet over praten. Ik ben echt super irritant als het daarom gaat, jongen. Dat is echt, nou weet je wat, die meiden zijn toch niks voor mij, daar ga ik niks mee doen, ik vind het wel prima. Maar ik wist ook bijvoorbeeld helemaal niet dat jij met een paardenmanege had gewerkt, dat je in Zweden gewoond hebt, dat je in Spanje bent bezig geweest met paarden en zo. Beetje op de boerderij bezig. En een week later was je er. Ja, ik was toevallig vrij die week van werk. Dus toen wachten ze van ja, als ik het nu niet doe, dan een beetje filmpjes, en we wilden het gewoon uitzoeken. Dus ja, toen gewoon gegaan. Ik heb het vliegtuig gepakt en naar je toe gekomen. Ja, een week ongeveer, ja. Ja, maar goed. En je hebt natuurlijk wel een beetje verwachtingen, maar ik probeer het wel een beetje los te laten voordat ik naar jou toe kwam. Maar eigenlijk, ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat het heel erg verliefd zijn geworden. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ja, weet je, je bent hier dus een week geweest eerst. Nou, ook hoe het tussen ons allemaal gaat, vond ik heel erg... Ik had het echt zo niet verwacht. Wat een gekkere reveal ook. Dat is echt zo'n fijne dynamiek. Ja, ja, een beetje zelfde humor. Ja, ook dat. Nee, we kunnen echt goed met elkaar lachen ook. Dat is ook heel erg. Ja, gaan we wat over de toekomst zeggen of niet? Ja, dat kan toch? Oh. Nee. Omdat ze eerst nog een ding hebt. Maakt niet uit, ja. Ja, nee, ja, gewoon dat ik over een maand wel naar jou toe kom. Ja, de planning is. Oh, ik dacht dat het zwanger was. Schat. Moet ik wel iets over de toekomst zeggen? Ja, hallo. Oh ja, dat je daarheen gaat, dat snap ik. Maar goed, als dat allemaal goed gaat en oké is, of er gebeurt op een ander tijdstip, wat dan ook, ja, dan is de bedoeling dat je hier einde van de maand natuurlijk heen komt en je hebt alleen maar een heenticket. Dus dan heb je ook echt tijd voor elkaar en dan kunnen we gewoon kijken of dat echt, hoe dat is om echt samen te wonen. Weet je wel? Een weekje is natuurlijk kort en dat was heel erg super, dat was echt. Ja, fantastisch. Gewoon met ons tweeën. Wow, we gaan dus nu ogen door me heen, want wij zijn gewoon de afgelopen maanden openen. Dat is zo grappig. We hoeven niet te hebben te houden. Nee, dat is waar. Ja, we kunnen gewoon chillen. Gewoon. Ja, dat is echt zo. Precies. Dat was ook wel een gedoe, hè. Ja, nee, Esra die slaapt in een huisje daar. Helemaal geen probleem. Ja, ik ben helemaal niet. Ja. Dat gaan we uitzoeken in ieder geval. Ja, ah, komt helemaal goed. Ik weet het zeker. Oké. Ik ook. Nou, ik ben blij dat nou een beetje zo de wereld uit is. En ik hoop dat iedereen daar ook een beetje tevreden mee is. Dan kunnen wij ook gewoon ons leven weer leiden. Ja, gewoon doen. Maar ik zou er niet uit wat anders denken. En ik hoop, dan zie ik jou over een paar weken alweer. Ja, helemaal goed. Ik zie jou. Ja, tot dan lieverd. Doei schat. Doei. Bye bye. Let's go Ezra. Woehoe! 3 van de 6 hebben we de liefde gevonden. Wow, ja. Yeah. Ja, nu nog die andere 3. Ja. Yeah. Nou, ik vind dat wel mooi. Ik vind dat ik had echt niet verwacht. Ik dacht echt dat het of die Anna zou zijn,
Of dat hij toch weer met die, hoe heet dat blonde meisje? Waar hij in eerste instantie mee geëindigd was. Oh ja. Ik dacht eerder Anna. Ik dacht echt, omdat Anna en Bram zo goed bij elkaar pasten. Ja. Voor mijn gevoel. Ik weet natuurlijk niet wat daar speelde, maar... Ik maar had eigenlijk... echt niet verwacht dat het Essa zou zijn. Ik ook niet, omdat ik dacht dat Essa wel een beetje... Ja, misschien heb ik dat dan mis, maar dat ik dacht dat zij wel een beetje een ander type zocht. Ja, waarom heeft Essa zich niet opgegeven voor Bram is de vraag. Ja, Essa! Ja, ik vind het leuk. Ja, ik vind het echt leuk. Ik vind het ook leuk. Ja. Dus, zullen we langs gaan? Ja. Gaan we naar Zweden? Ja, Essa, we komen bij je langs, hè, Bram. Gezellig. Vet leuk, echt heel leuk. Top. Stoot. Ik vind het tot nu toe wel het meest interessante seizoen. Ja, het is echt... Wat daarna allemaal gebeurd is. Elise met die Lidio, Ezra met Bram, Talia met die gast van Debbie. Oh ja, Talia, ja. Walter heeft een vriendin. Ja, eigenlijk best wel veel mensen mijn liefde gevonden al. Wie missen we nog meer? Oh, Claudia. Claudia heeft ook een vriend. Claudia heeft een vriend? Ja, vind ik ook heel leuk. En die waren laatst ook bij Debbie? Walter. Kon ik echt niet vergeten, what the fuck? Nee, hoe kan je Debbie vergeten? Dat kan ik wel niet. Ze zijn nog samen en Suus is nu bij Debbie. Suus is bij Debbie. Die zijn nu die is daar het helpen in de B&B's. Vind ik leuk. Dat is leuk. Het is wel leuk als we dan binnenkort daar ook even langs gaan. Maar is die Anna nou met die vriend van Bram of niet? Nee, dat volgens mij niet. Want daar was ook een vlog van 30 minuten uit, hè? Nee, volgens mij dat niet. Bram, lekker bezig, jongen. Lekker bezig, freak. Very nice. We're gonna subscribe. Ja. Oh nou, mijn god, helemaal mooi. Cheers, nou, bitch. Cheers to that. Cheers.